De bewoners van Leeuwenborg overwegen juridische stappen te nemen tegen de gemeente. Ze zijn het namelijk niet eens met de besluitvorming rond de bouw van een nieuwe VMBO-school aan de rand van hun wijk. De gemeenteraad heeft al ingestemd met een ontwikkelingsplan. In dat plan staat impliciet al aangegeven dat de nieuwe school komt op de plek waar nu nog de velden van FC Leeuwenborg liggen. De bewoners hebben geen kans gehad om bezwaar in te dienen tegen die locatie. En dat is volgens hen juridisch gezien niet juist. Wij hebben een jurist geraadpleegd en samen met die jurist gaan we bezwaarschriften opstellen. En na de hand van de reactie van de gemeente zullen we eventueel stappen moeten ondernemen. Maar dat ligt even aan hoe de procedures allemaal gevolgd gaan worden. En als het mogelijk is dat er inderdaad stappen genomen kunnen worden, hoe ver gaat u daar dan in? Ja, tot het uiterste. Zodra wij het idee hebben dat we niet serieus genomen worden, zullen we die stappen zetten om wel serieus genomen te worden. Wij hebben als bewoners gewoon rechten. De nieuwe VMBO-school moet plek bieden aan zo'n 4000 leerlingen. En de bewoners denken dat dat veel overlast met zich meebrengt. Ook zijn ze bang dat het groen aan de westkant van de wijk wordt aangetast. Het CDA en de SP zijn niet tegen de komst van de school, maar vinden wel dat de gemeente naar de bezwaren van de bewoners had moeten luisteren. Maar tot nu toe heeft alleen het CDA contact gezocht met de bewoners van Leeuwenborg. Op dit moment zijn zij aan de oppervlakte, naar mijn mening. Maar goed, het is vakantie, dus ik kan me voorstellen dat het daaraan ligt. En wat ik al aangaf, ja, we hopen dat zij ook actief mee gaan doen en kritische vragen gaan stellen. Tot nu toe valt het me tegen. Maar goed, wat ik aangaf, ja, dat kan aan de vakantie liggen. Het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan het college over de besluitvorming.